Wat ook jammer is van geneeskunde is dat je vrij weinig anatomieonderwijs krijgt. Terwijl dat wel heel erg belangrijk is tijdens je co-schappen. Wij hebben hiervoor URP in Rotterdam opgericht. Dat is hier ook voor opgericht, zodat je extra goed de anatomie krijgt voor in de praktijk. URP, ja, dat is eigenlijk een fantastisch studenteninitiatief wat in 2007 tot stand is gekomen. Daarin kun je als student in de avonduren zelf anatomieonderwijs volgen, wat gegeven wordt door je medestudent die vaak een jaartje verder is. Extra curriculair, zonder dat de hoogleraar meekijkt. Dus je maakt eigenlijk je eigen onderwijs. En dat is voor de enthousiaste student die het leuk vindt om net dat beetje extra verdieping te zoeken. En dat is iets wat in Rotterdam mogelijk is. Ik merk dat ik nu veel meer de geneeskunde kan plaatsen. Dus het is niet meer de pancreas die ergens in de buik ligt. Nee, ik zie daadwerkelijk nu een patiënt vormen of het menselijk lichaam vormen. En ik weet precies hoe die loopt, waar die naartoe loopt. Dus je weet waarover je het hebt in plaats van dat het een beetje abstract blijft. Nou, als je hier binnenkomt, dan merk je eigenlijk meteen dat mensen elkaar opzoeken. Hè. Er zijn mensen die een bepaalde gedeelde interesse hebben, in dit geval de anatomie. En de interacties die zijn fantastisch. Als je hier met je collega eigenlijk aan het prepareren bent, dan ontstaan er allerlei nieuwe initiatieven. Mensen zijn erg geïnteresseerd in dit geval in de anatomie. Maar met name ook in de sociale kant van de zaak. En ja, natuurlijk is het altijd leuk om tussendoor even koffie te drinken met z'n allen. En dan ontstaan er eigenlijk de leukste ideeën, initiatieven. En toch is iedereen hier met één ding. En dat is gewoon, we willen hier gewoon extra onderwijs. We zijn hier dedicated en we willen gewoon net dat beetje extra geven. En dat kunnen wij ze bieden. En het leuke is dat studenten dat elkaar eigenlijk bieden. En de faculteit hier die heeft dat mogelijk gemaakt, die faciliteert dat. Maar bemoeit zich daar eigenlijk verder niet al te veel mee. En daarna gaan we natuurlijk altijd met z'n allen even de kroeg in om het af te sluiten met een biertje. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk wel allemaal studenten geweest. En ik denk dat een heel belangrijk aspect is. In Rotterdam is het gewoon een extra voordeel dat we URP kunnen doen. We hebben het vertrouwen eigenlijk gekregen. En daar gaan we ook met heel veel respect mee om. En dat maakt dat wij in de avonduren nog de snijzaden op kunnen om dit te kunnen gaan doen.